Amsterdammers en was eigenlijk veiligheid in dienst van alle Tilburgers. En daarmee was Tilburg al vrij snel uit 2012 uit de top 10 van onveilige steden vertrokken en was het een stad geworden waar je ook veilig kon wonen. Die arbeidsmarktpositie van Tilburg, die werd eigenlijk ook in hoge mate gesteund door het feit dat mensen graag in Tilburg willen wonen in 2040. Als je er helemaal woont, dat was een quote van een oude burgemeester, als je er helemaal woont, dan wil je nooit meer weg. En dat werd bepaald door het groene karakter dat de stad kenmerkt. De inzet, zo rond 2012, op het systematisch versterken van groen in de stad en beleefbare natuur die ook dienstbaar was aan de recreatie van bewoners, dat bleek een gouden zet te zijn. Die inzet scoorde ook goed als het ging om reductie van fijnstof, dus de milieugevolgen waren ook positief. De overgang tussen stad en land, die aardigheid, die typische aardigheid van Tilburg, die werd in diezelfde strategie, werd die ook spectaculair verbeterd. Naast Moerenburg waren er ook nieuwe grote groene verbindingen gemaakt met de grote natuurgebieden in Midden-Brabant. Bijvoorbeeld de Nieuwe Heerlijkheid richting Loonse en Drunense Duinen. Allemaal groene vingers die als het ware zich in de regio uitstrekken en aan het mozaïeklandschap ook weer een hele nieuwe dimensie toe gaven. En daarmee de kwaliteit van onze regio ook enorm verbeterden. 2040, de stad was ook in zijn voorhoedepositie ten volle was die waargemaakt op het gebied van milieu. Als groene stad waren we natuurlijk al lang CO2-neutraal. Dat kwam niet door het duurzaamheidscharter, dat was wel gesuggereerd in een van de expedities in 2012. Maar het werd toen eigenlijk te abstract bevonden en te weinig op concrete daden gericht. In plaats daarvan werd gekozen voor concrete green deals, concrete overeenkomsten die een belangrijke versnelling op het gebied van milieu tot stand brachten. Zo bleek al vroeg na 2012 dat bijvoorbeeld de nieuwe generatie zonnefolie voor dat mensen in MKB op de regionale bedrijventerreinen in Tilburg dat het aantrekkelijk maakte om op zonne-energie over te schakelen. Op al die platte dozen kwam dat zonnefolie en dat gaf een enorme hoeveelheid CO2-reductie. In 2040 is Tilburg natuurlijk ook stad en niet alleen dorp. Integendeel, het centrum van Tilburg is in 2040 juist sterker geworden. Dat kwam allereerst omdat zo rond 2012 de toenmalige gemeenteraad stevig ingegrepen had om de sleets geworden winkelstructuur in de binnenstad te vernieuwen. Dat was knap kantje boord, want in 2040 is winkelen puur funshoppen geworden en is e-commerce voor veel zaken het favoriete aankoopkanaal. Overigens, als het om de e-commerce gaat, is in 2040 zijn de bedrijven terreinen in Tilburg zijn daar de centrale plek in het land voor geworden, want de nieuwe logistiek die dat vergt, daar had Tilburg al vroeg van door dat het daar positief op ingestoken moest worden. Maar in de binnenstad is het echt lekker winkelen. Tilburg was in 2040 een echte winkelstad die in Brabantstad overeind gebleven was, terwijl veel andere steden boodschappenstad geworden waren. En de inwoners van Tilburg die zijn er eigenlijk in 2040 best tevreden over, want juist die kracht van het winkelen en die sterke horecastructuur in de binnenstad maakt dat Tilburg ook echt een lekkere stad blijft. Op de stadscampus werden plekken voor cultuur gemaakt. Er was een expeditie die wilde de hele stadscampus ter hand nemen, maar dat vond het gemeentebestuur toch wel erg ver gaan. Maar uiteindelijk bleek toch een hele goede zet op dat vlak dat in 2012 bedacht werd dat bestaande gebouwen op de spoorzone, dat die voorlopig aan creatievelingen en aan cultuurmakers ter beschikking gesteld konden worden. En dat maakte eigenlijk allerhande initiatieven los. De Tilburgse kermisspelen,
de culturele pendant van de kermis, was daar een goed voorbeeld van. En dat was eigenlijk een mondiaal festival, zomers, waar iedereen uit Europa naartoe kwam. Dat brede en eigenzinnige aanbod aan culturele voorzieningen is in 2040 voor veel jonge starters een extra reden om voor Tilburg te kiezen. Maar eerlijk gezegd, het echte kenmerk van Tilburg als stad en stadcentrum wordt in 2040 gevormd door het feit dat Tilburg als studentenstad enorm doorgegroeid was. De internationale profilering van de universiteit zorgde natuurlijk voor groei, maar bijvoorbeeld ook de vestiging van Fontys, de spoorzone bij het station. In 2040 is natuurlijk al lang niet meer een deel van de hogeschool, maar zit de hele hogeschool op de spoorzone. En sterker nog, het is gelukt om daar een kenniscluster te maken met allerhande andere opleidingen. En die combinatie met die eigenzinnige cultuurmakers maakt dat het een hele aparte plek in het centrum geworden is. Terwijl buurten dus dorp zou werden, werd de stad stedelijk. Die groei van de universiteit en de hogeschool en de hogescholen maakte dat hun betekenis voor de regionale economie sterk kon groeien. Actief werd ingestoken in Midden-Brabant op nieuwe verbindingen en social innovation werd van het tekentafelconcept een serie heel praktische aanpakken. Op het gebied van de arbeidsmarkt, op het gebied van zorg, gewoon doen. En dat niet als geïsoleerd streekproduct, maar steeds gekoppeld aan concrete business en vaak in relatie met technische innovatie. Als een prachtig en noodzakelijk complement van Brainport. Trouwens, in 2040 is die relatie tussen Tilburg en Eindhoven, tussen Tilburg University en de universiteit, de Technische Universiteit in Eindhoven, is enorm vanzelfsprekend. Zoiets als Harvard en MIT. Het heeft ook een heel zichtbare economische spin off. En ook die regio is eigenlijk vanzelfsprekend verbonden met Brabantstad en ook met de andere steden als het gaat om gezamenlijke voorzieningen. Culturele hoofdstad, het was in 2018 echt een hoogtepunt, zette Brabant Europees heel sterk op de kaart en van daaruit werd er ook gezamenlijk op getrokken. De Oost-West-verbindingen, belangrijk voor Tilburg, waren in 2040 natuurlijk al lang op orde. En er was ook ruim voor 2040 een keus gemaakt voor Brabant Rail, een rondje snel en hoogwaardig openbaar vervoer met een metrofrequentie, overigens op de bestaande rijlijnen die er al waren. En daarmee kon je ook gemakkelijk voorzieningen in die steden in Brabant met elkaar delen. En Hart van Brabant, HVB, de gezamenlijke eredivisieclub in Hart van Brabant, die deed het in 2040 eigenlijk best lekker in het linker rijtje. Er zit toch wel een verbeterslag in, zoals ik denk. Natuurlijk, en ik kom een beetje bij een afronding, is het een illusie te denken dat het in 2040 alleen maar feest is. Net zoals in alle tijden en alle steden zijn er ongetwijfeld ook dan problemen. Sociale stijging is niet vanzelfsprekend. En steden blijven altijd een magneet voor mensen die kansen zoeken, maar die kansen soms niet weten te verwezenlijken. Het zal het dus ook, ik ben het echt ook met degenen die het al eerder gezegd hebben, hardgrondig eens in 2040 omgaan om niet van die grote stadsproblemen weg te kijken. En ook de onderkant van de stedelijke samenleving met een uitgestoken hand en tegemoet te treden en een robuust antwoord te bieden op gericht meedoen en op zorgen voor ontplooiing van mensen. En dan nog één ding. In 2040, de nieuwe burgemeester is de generatie Z aan de macht. De eerste generatie die geboren is in het internettijdperk. En met een vanzelfsprekendheid. En niet met mijn onhandigheid als babyboomer surft op het World Wide Web. Die de wereld binnenhaalt. Die individueler is in zijn keuzes. Die optimistisch is.
die beter kan verbinden, maar wel heel anders in het leven zal staan dan andere generaties. Virtuele pad gaat in de wereld vanuit het veilige thuis. Glocalisering, lokale hechting in een globaliserende wereld, is daarbij een streefbeeld, maar dat komt niet vanzelfsprekend. Daar moet je actief aan werken. En laat het nou zo zijn dat die generatie Z, die nieuwe netwerkgeneratie, zo perfect past bij Tilburgs DNA. Ik weet het en we kunnen het straks allemaal elkaar nazeggen. De toekomst is natuurlijk maar lastig voorspelbaar. En de maatschappij maar beperkt maakbaar. Maar als je met z'n allen die stip op de horizon weet te zetten, dan hebben we ook een gezamenlijk punt waarvanuit we kunnen gaan handelen en waar we naartoe kunnen gaan werken. En dan maken we, in ieder geval voor een deel, dan maken we onze eigen toekomst. En daarom is het ook zo belangrijk dat het project Tilburg 2040 ook leidt tot concrete acties en tot mogelijke deals en afspraken. Dus afspraken bijvoorbeeld, ze zitten hier vanavond met de corporaties in Tilburg. Gaan we actief aan de slag met stedelijke vernieuwing? En gaan we die sterk geprofileerde woonmilieus inderdaad met elkaar maken? Afspraken ook met de werkgevers in de regio. Gaan we met elkaar die regio maken die wil excelleren op het gebied van de arbeidsmarkt? Wetend dat dat misschien nog meer dan ruimte, zeg ik naar een van de sprekers van voor mijn verhaaltje, nog meer dan ruimte. Het gaat de komende tijd om geschoold personeel en om voldoende personeel. En dat moeten we samen voor elkaar krijgen. Daar hebben we elkaar ook voor nodig. Gaan de mensen op de bedrijventerreinen, de ondernemers daar, bord. Gaan we dat doen, die zonne-energie? Gaan we dat solarprogramma ook uitrollen? Gaan wij als stad in onze regio, samen met Waalwijk, zorgen dat wij, wat betekent dat dan, het gebied van de infrastructuur? En hoe kunnen we dat samen voor elkaar krijgen? Gaan we, deal met de provincie, gaan we die Oost-West-verbindingen ook echt op orde krijgen, zodat Tilburg inderdaad niet buiten boord valt, maar ook zijn centrumpositie kan houden? En gaan we, ik zeg het naar de rector van onze universiteit, gaan we knokken voor die groei van Tilburg als studentenstad? Die deals willen we gaan maken. Signed and sealed, met concrete afspraken. Vanuit het perspectief dat ik u probeer te schetsen, kunnen we met elkaar ook onze toekomst verzekeren. Ik hoop dat 2040 ons inspireert tot gezamenlijk handelen. En ik hoop dat de rode draad die ik geprobeerd heb te trekken, de contouren vormen van een toekomst waar we met z'n allen voor gaan. Dank u wel.